Hallo iedereen. De afgelopen 4 jaar zijn we als Socialistische Vakbond heel zwaar in het defensief geduwd door de regering Michel en het VBO. Nooit eerder hadden we zo'n asociale regering die werkelijk alles uit de kast heeft gehaald om de sociale zekerheid uit te hollen en meer zelfs om ze af te breken. De NV Afbraakwerken, Michel en Co, heeft ons gedwongen om de afgelopen jaren alle zeilen bij te zetten om de sociale zekerheid zo goed als mogelijk in stand te houden. De afgelopen 4 jaar heeft 1 ding wel heel duidelijk gemaakt. De vakbond is meer dan ooit nodig. ABVV Metaal zal zich voor de 100% blijven inzetten voor alle medewerkers. Maar laat ons eens kijken naar die maatregelen waartegen we ons precies hebben verzet. Dag Mo, waar denk jij daarbij aan? Goh man, waar moet ik beginnen? Onze lonen misschien? Die mochten de afgelopen jaren amper stijgen. In 2013 mochten de lonen helemaal niet omhoog. De jaren nadien een heel klein beetje. En ja, door de indexsprong kregen we met z'n allen een loot for life bovenop. Dus altijd prijs, iedereen minder koopkracht. En we gingen er allemaal op achteruit. Niet waar, Natasja? Helaas wel, ja. En niet alleen onze koopkracht kreeg klappen, ook ons pensioenen staan onder druk. We zullen door de regering langer moeten werken. Tot 67 en langer. Omdat we langer leven. Maar is werken daarom minder zwaar? Heb ik iets gemist? Denken ze dat de job van kleuterjuf, bouwvakker en staalarbeider plots makkelijker is omdat de mensen langer leven? Huh? En als ABVV Metaal een voorstel doet om zware beroepen te ontzien, dat vegen ze gewoon van tafel af. Al wel, merci. Een volledig pensioen. Meestal is dat geen vette. En het wordt steeds moeilijker en moeilijker om dat te krijgen. Neem nu bijvoorbeeld mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Of mensen die tijdschiet genomen hebben. Deze mensen gaan nog langer moeten werken voor een volledig pensioen. Ook het brugpensioen staat onder druk. Het noemt u zelfs stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Duidelijk geen pensioen dus, maar wel werkloosheid. En dus moet je in dat systeem beschikbaar blijven. En is de kans groot dat je later geen volledig pensioen zal krijgen. Voilà, daar zijn ze weer met hun kraan. En nu we toch bezig zijn, kunnen we misschien ook de tweede pensioenpijler afbreken. Want de regering houdt niet van half werk. Is het niet, David? Ja, dat klopt, Sven. Want met vrij aanvullend pensioen sloot minister Bakkelein onze tweede pensioenpijler. In plaats van de werkgever zal nu de werknemer zich moeten voorzien in een eigen bijdrage, afgehouden van het netto-loon. Om maar te zeggen, onze pensioenen zijn de laatste jaren ook sterk op achteruit gegaan. Minder koopkracht, langer werken. Maar ook onze jobs zelf worden steeds zwaarder. De kraan van de flexibiliteit staat door de wet Peters wijd open. De 38-urenweek wordt op jaarbasis bekeken. De baas wil in de zomer heel wat extra uren. Het kan zomaar en het zijn dan geen overuren. We moeten langer werken en flexibeler werken. Geen wonder dat we met moeite het hoofd boven water houden. Wie kent niet iemand met een burn-out? En dan is er Maggie de Blok. Die heeft een nieuw voorstel gelanceerd, namelijk Return to Work. Dat is eigenlijk de bedoeling om langdurige zieke werknemers sneller terug aan het werk te krijgen. Om zo de kosten in de ziekteverzekering te verminderen. Daarvoor zouden ze aangepaste jobs creëren. Maar u weet even goed of ik dat dit niet gebeurt en heel vaak leidt tot ontslag door medische overmacht. En dit zonder opzeg om ziek van te worden. Bedankt, Maggie. En dan hebben we het nog niet gehad over de werkomstandigheden. Die zijn de laatste jaren fors achteruit gegaan. Gaan wij ons eigenlijk nog verder langer laten doen? Ik denk het niet. Wat denk jij, Frans? Zeker, Mercedes. Wij blijven ons verzetten tegen deze asociale regering. De regering Michel, de regering Bourgeois en de Wever. Die samen onder één hoedje spelen met het VBO. Als het sociaal overleg mislukt, dan hakt de regering de knopen wel door. En aldus
krijgt het VBO haar zin. Zo is het gemakkelijk. En dan de vakbonden de schuld geven van het mislukken van het sociale overleg. Gelukkig hebben we na de sociale verkiezingen stand gehouden. Ondanks de hetze tegen ons staan we nog altijd sterk in onze sectoren. We willen zeker op het vlak van het werknemersstatuut een verbetering. Na de vooruitgang die we hebben gekend met Monica de Koning, hebben we met deze regering een stilstand. Ook de pensioenhervorming is vooral nadelig voor de arbeiders. Wanneer houdt deze discriminatie eindelijk op? We blijven ons verzetten tegen de achteruitgang. Samen. Absoluut. Absoluut. Massabetogingen met meer dan 100.000 mensen. Stakingsdagen. We kregen de regering nog niet op de knieën. Maar ondertussen weten ze wel dat we het menen. Samen gaan we weer vooruit. En zorgen we voor een betere toekomst voor alle werknemers. De volgende 4 jaar worden anders. Toch als het aan ons ligt.